Jean-Pierre van Rossem. Goedemorgen, lang geleden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Alles goed met jou, Jean-Pierre? Ja, bon, ik mag niet klagen, want we zijn in de week of in de maand dat er niet geklaagd mag worden. Ja, dat is waar. Ja, vertel eens, want jouw vader is ondertussen eind in de 19. Jean-Pierre, je bent zelf 72, hè, ondertussen. Ja, ja, inderdaad. Ja, mijn vader is nog altijd een heel intelligent man, waarmee ik helaas meer dan 60 jaar in ruzie heb gelegen, tot ik inzag dat de fout 100% bij mij lag en niet bij hem. Maar wat een bekentenis, wat speciaal toch, hè? Om daar van meer dan 60 jaar in ruzie met je papa liggen en dan zeggen, en het was 100% mijn fout. Maar, en waarom hadden jullie ruzie, als ik mag vragen? Want ik zie iets wat banaal klinkt als ik het vertel. Dus als ik een goede 6 jaar was, was het mijn eerste communie. En ik had een lievelingskonijn, kaduin. En dat werd geslacht voor het communiefeest. En ja, ik was daar razend kwaad voor op mijn vader. En ik ben altijd kwaad gebleven. En al wat hij deed, interpreteerde ik averechts en verkeerd. En, het is mijn zus geweest die juist voordat ze stierf er bij mij op aangedrongen heeft van die idiote ruzie te stoppen. Maar Jean-Pierre, wist jouw vader ook dat eigenlijk de reden was waarom je zo'n lastige relatie met hem had? Ja, maar hij wist zelfs niet meer dat er de ruzie over ontstaan was. Hij wist dat er iets sprong en dat het iets te maken had met dat eerste communiefeest. Maar daar werd wij spraken niet met elkaar. Heftig, hè? Want je zegt intelligente man, wijze man. Ja, heb je zo'n gevoel, ik heb zoveel mooie momenten misschien wel gemist met hem in al die jaren? Ja, dat alles is, hè. Ik verwijs bijvoorbeeld naar die hele hetze die nu aan de gang is bij de Antwerpse verkiezingen. Ja. Met die Mark de Scheenmaker, die van bij de spoorwegen kwam. Ja, ja. Mijn vader is altijd, behoren tot kaderpersoneel van de spoorwegen, is dat altijd blijven volgen. En een kleine drie maand geleden, toen hij nog heel helder was, zei mij op een dag, als men ooit dien zijn boekje zou openen over Mark de Scheenmaker, dan zou er meerdere lijken uit de kast vallen. En als ik hem vroeg, vertel nader, dan zei hij, nee, laat het maar. Ja, hij is nu 96? Ja, inderdaad. Heb je nog quality time met hem? Nee, dat is op ongelooflijke korte tijd is dat die aftakeling in een versnelling terechtgekomen. Hij leeft sinds een paar weken volledig in zijn eigen afgesloten wereld. Hij hoort niet meer. Ik kan niet meer met hem praten. De enige manier om met hem te praten was via mijn moeder, die ook al ondertussen 96 is, maar die hem nog op een of andere manier weet te verstaan. Ja. Maar nee. Ja. En daar is het besef gerezen van, godverdomme, wat ben ik een kieker geweest. Van die wijze man die veel verstandiger is dan ik, van de raad die hij had kunnen geven, altijd in de wind te slaan. Zeg, en is dat ook de reden waarom je het op Facebook zet? Om mensen zo'n beetje te, hoe moet ik het zeggen? Ja, de raad sensibiliseren, hè? In de zin van, hè, als je ook zoiets, als je ook zo overhoop ligt met een dicht familielid, van stop daarmee. Zeker als het om zo, als er zo'n futiliteit in de weg heeft gezeten. Wil je dat bedoelen? Van, kom aan. Dat is inderdaad de reden om het van mij af te schrijven. Ik ben bezig aan een boek over mijn vader. Waar ik het dan helemaal in detail probeer uit te leggen. Mm-hmm.
Hey, Jean-Pierre, ik heb je nooit op deze manier gehoord. Hey. We hebben wel eens vaker geïnterviewd en zo, maar ik vind het heel mooi van jou dat je het kan bekennen. En ook wel een beetje jammer dat je het niet eerder hebt kunnen zien en kunnen doen. Hey, maar misschien luistert er nu wel iemand die denkt van, ik ga onze paas bellen. Ja, waarom niet? Ja. Jean-Pierre van Rossum, dankjewel dat we je aan de lijn kregen. En het gaat je goed. En geniet van de momenten die je hebt, van de mooie momenten met je familie. Oké, okay, groetjes.